Jemen vormt het zuidwestelijke puntje van het Arabische Schiereiland en is een van de oudste bekermaten van de beschaving in het Midden-Oosten. Het land heeft een van de mooiste paarden ter wereld, de Abeya, een van de Al-Kamsa-lijnen die in het Abbas Pasha-manuscript worden vermeld. Arabische onderdanen, van de Al-Kamsa-lijn, in Europa Asil genoemd, worden als de puurste beschouwd. Ze kunnen worden getraceerd vanaf hun Bedouïne-oorsprong tot op de dag van vandaag. De naam komt van Abeya, of jas, die een Arabische merrie aan haar staart droeg toen ze met haar berijder vluchtte. Deze merrie werd cadeau gedaan aan Ara Inshas door Aziz ibn Saud, de koning van Saoedi-Arabië. Oorspronkelijk een secundaire uitloper van de Seklawi, is de Abeya een Arabische volbloed die zeer gewaardeerd wordt om zijn schoonheid. De Abeya bezit bepaalde fysieke eigenschappen die alle Arabische paarden gemeen hebben, ongeacht hun specifieke stam of familie. Het heeft een zeer vergelijkbare morfologie als de Seklawi. Het is verfijnder dan Kuhailan en Hamdani, en iets kleiner. De vacht is meestal grijs, maar kan soms kastanjebruin, bruin of zwart zijn. Hij heeft een schofthoogte tussen 1,40 meter en 1,56 meter, voor een gewicht van ongeveer 350 kilogram. Het Abeya-paard is bijzonder behendig en in tegenstelling tot de Koyilan en Hamdani is het vurig en levendig. Zoals alle Arabische paarden is hij intelligent en heeft hij een lange levensduur. Het is ideaal voor sporten, zoals polo en endurance, en exclusief voorbehouden aan ervaren ruiters. Het wordt gebruikt in vele disciplines waar zijn levendigheid kan worden benut, zoals snelheidsraces. Traditioneel wordt het in de woestijn grootgebracht door de Bedouïne Shemar, in Syrië, en Tahawi, in Egypte. De Abeya is het nationale paard van Jemen waar het een speciale plaats inneemt. In het land wordt het beschouwd als een ras op zich.